Wat is nou een betere tijd om buiten te sporten te oefenen dan de zomer? Ik ga deze zomer een paar buitensporten leren. En ik begin met slackline. Het is alsof de zomer begint in mij. Je hebt de band, de ratel. En bij deze set zit er ook een boombeschermer bij en een boomsling. Voor het slacklinen zijn een paar dingen heel belangrijk. Nou, je focus op het einde van de lijn is heel belangrijk. Je armen hoog houdt. Dan ga je eerst op één been staan en dan probeer je balans te houden door je armen en je benen te gebruiken. En nu is het truc dat je eigenlijk correcties met je armen hier boven je maakt. En het been hier onder me kan alle kanten op. En je buik die moet een beetje recht blijven. Nou, de basics zijn eigenlijk heel eenvoudig om te leren. Het ziet er heel moeilijk uit en soms juist heel makkelijk. Maar als je echt op één been begint, je moet echt eerst leren om die manier van balanceren. Dus dat je armen gebruikt en je benen. En van daaruit ga je langzaam opbouwen naar trucjes. Het doel van deze sport is niet om van iemand anders te winnen, maar om je eigen grenzen stap voor stap te gaan verleggen. De trucjes en bewegingen die ik eigenlijk zelf het leukst vind op de lijn is vooral op mijn voeten springen. Daarin kan ik allerlei soorten combinaties maken en kun je eigenlijk door blijven gaan. Het is steeds een uitdaging om weer een nieuwe pose aan te nemen in die beweging en weer een halve draai te maken. En dan vooral het combineren met grote bewegingen als op je billen landen en op je buik. En daar een halve draai in maken. Dat geeft een heel vrij gevoel dat je alles wat er in je hoofd komt zo je kunt laten vallen op een lijn en weer omhoog vliegt. Nu laat je los en ga je zelf weer proberen te staan. Cool. Het is alsof de